Wat wil jij eigenlijk bereiken op je werk? Misschien wel leiding gaan geven, beter leren samenwerken of juist meer taken zelfstandig uitvoeren. Wat het ook is, het helpt om dit op te schrijven in een POP. Oftewel, een persoonlijk ontwikkelingsplan. Nou, wat een POP is en wat je er allemaal mee kan doen, dat vertel ik je in deze video. Sterk in je werk, de videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. In een persoonlijk ontwikkelingsplan schrijf je voor jezelf en je werkgever op wat je wilt ontwikkelen en hoe je dat wilt bereiken. Een goede manier dus om je ambities op papier te zetten. Een persoonlijk ontwikkelingsplan maak je met de volgende 4 stappen. Allereerst, ga bij jezelf na waar je goed in bent, maar ook waar je minder goed in bent. Een tip, gebruik een lijstje. Schrijf voor jezelf op wat je leuk of minder leuk vindt aan je baan. En je zult zien dat er al snel iets uitspringt waar je jezelf in wilt ontwikkelen. Dan, stap 2. Denk na over de toekomst. Hoe ziet bijvoorbeeld jouw droombaan eruit? En wat moet je nog leren om dit te bereiken? Schrijf de vaardigheden op die hiervoor nodig zijn. Dat helpt je verder in je persoonlijke ontwikkeling. Stap 3. Maak het smart. Zijn jouw doelen echt uit te voeren? Check het door ze smart te maken. Maak ze specifiek. Zorg dat je jouw doel kan meten. Maak ze acceptabel. Dus zorg dat ze iets bijdragen aan je werk. Maak ze ook realistisch. Een doel moet niet te moeilijk zijn, maar ook zeker niet te makkelijk. En maak ze tijdgebonden. Dus stel een deadline op voor jezelf. Slim, hè? En als laatste stap 4. Hoe bereik jij je doel? Je bereikt je doel door na te denken over de stappen die je wilt zetten. Een opleiding volgen, een online training doen of meelopen met een collega. Schrijf op wat jou gaat helpen om je doel te bereiken. Dus, nu weet je alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan en hoe je deze voor jezelf maakt. Alles nog even rustig teruglezen? Dat kan. In de omschrijving hieronder staat de link naar de blog. Wil je meer video's over persoonlijke ontwikkeling zien? Vergeet dan niet om te abonneren. Nou, bedankt voor het kijken en heel veel succes!